dus een nieuwe video. We zijn bij Jumping Indoor Maastricht met nog een aantal gezellige YouTubers. Ik weet niet of Maartje aan het doen is. Ik ben een introotje aan het opnemen. Van vroeger een beetje, hè? Oh, we moeten de kaartjes in- en uitscannen. We gaan lunchen. We hebben net een meet and greet gehad. Misschien wil Alain zich even voorstellen. Ik, hè? Mijn naam is Alain. Ik ben van Equinona. En wat doen jullie dan? Innovatiecentrum in de padensport. Wauw. Is er ook nog iemand met wie jij op de foto wil? Ik wil nog een keer met Jeroen. Ja. Jeroen? Niet Sinterklaas? Ook. Ook omdat ik al twee keer met Jeroen op de foto ben, zit er nog een keer. En kijk, Sabine die probeert, en Evi ook, om niet in beeld te komen, omdat het gewoon een soort stom is. Want ja, als je YouTubers begeleidt, kom je in beeld, Sabine. Even kijken, iets gemakkelijker, dat is wel fijn. Dus nou ja, we gaan nu lunchen. De meneer is de kaartjes aan het uitscannen. En dan gaan we straks nog een keer richting de Jimmy Hoek. Nu zijn we toch al een aantal jaren samen met alle YouTubers. En nog moet ik dus gewoon opschuiven, want Tessa. Vertel het maar, Tessa. Naast Elisa zitten? Nee, Tessa wil naast. Naast ze allebei zitten. Naast vrienden zitten. Precies. Gewoon nog steeds een fangirl. En dan door naar die. Kom. Ik sta op een bord. En het bord beweegt. Check. Ik ben in de milkshake show. Het dinsdag vandaag. Gisteren was een rare dag. Zullen we even. Nou ja, nee. Ja, ze zijn alleen paspoort van Verona komen brengen. Want de inentingen worden weer gedaan. Hoesje valt. Zo. De inentingen worden weer gedaan vandaag. Dus Verona zal wel ingeënt zijn. Dus die gaat lekker rijden. En dan ga ik met Verona wandelen. Dat is wat ik doe: wandelen. Zo, buitenom nog eventjes een julop, ja. Dat is altijd lekker. Hopelijk komt ze nog terug. Tessie heeft lekker gereden, ze is even buitenom geweest. En nu ga ik met Veroontje lekker even stappen. Vrijdag komt de dierenarts weer. Die gaat dan eventjes bel, chiropracticuren. Zoals een beter woord voor zijn, maar die weet ik even niet. En die kijkt er gelijk Verona na. Ik heb van de week al eventjes zondag gekeken. Want toen was het donker. En toen zag ik niks meer. Maar we houden het toch gewoon even vol tot vrijdag. En dan kijkt de dierenarts even. In het ergste geval heeft ze een paar dagen extra gestapt. Terwijl dat niet nodig was. Dat vind ik niet erg. Ik vind het wel erg als ik erop ga zitten of ga logeren. En we dan te snel begonnen zijn. Want dat werkt meestal niet zo heel best. Dus we gaan nu eventjes lekker wandelen. Oké, het is nu nog best licht, maar als je naar buiten kijkt, je ziet gewoon 1,5 duisternis. Het is nu 4 uur. En met 4 uur komt Kim aangerend met een laptop, zweep, zadel, laarzen, zulke dingen, volgens mij. Oké. Zo, de dametjes gaan lekker rijden. Corona is nog kreupel. Nee, die is niet meer kreupel, maar ik wil eerst de dierenarts laten kijken. Die komt vrijdag, is vandaag woensdag. Dus ik ga kijken hoe Tessa rijdt. En ik heb lekker gewandeld. Maar het is buiten te donker, dus dan kan ik niet filmen. Ik weet niet precies hoe je dit dan het paardrijden kan noemen. Zo even inzoomen. Maar zo staan ze dus al behoorlijke tijd aan de bakrand. Ja, het zal gezellig zijn.
Je moet even dichterbij komen, Kim. Waarom zien we Kim niet zo vaak in de video, Kim? Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ja, dat weet je wel. Ja. Of het gebrek kan dat ik aan de bar zit te eten als ze nu zit in plaats van op mijn pony zit. Of ze zit bij mij in de auto. Dat gebeurt ook wel. Ja. Of ze is hier om mijn paard te rijden. En dan is zij er niet. En dan ben ik er niet. Nee. Dus Kim, je moet iets beloven voor 2019. Oh jee. Ik denk dat het verstandig is dat jij met je eigen camera ja, ook stukjes gaat maken voor Hart voor Paarden. Oké. Kan je dat onze lieve kijkertjes even beloven? Ik denk het wel. Nee, ja, ik beloof dat, zeg je dan. Okay. Ja, ik beloof dat. Ja, ik beloof dat. Dinsdag vandaag. Nee, helemaal niet. Vrijdag vandaag. Dat is toch al die dagen. Zometeen komt de dierenarts voor Verona om te kijken of ze nog kreupels. Dat denk ik niet, want zondag ging het eigenlijk al goed. En toen heb ik toch nog doorgestapt tot vandaag. En voor Bel, want zij is ook chiropractor, dus dan kan zij even Bel lekker losmaken. Dat is wel fijn hoor. Net als wij wel eens een massage nodig hebben of een dagje spa. Nou, paardjes ook lekker verwennen. Net op de Venetië was heel veel geluid, dus ik denk wacht wel even tot ik thuis ben. Dan verstaan jullie me misschien. De dierenarts is geweest, de Verona, de kreupelheid is zo goed als over. En nog ietsjes dat je, als ze wat meer gaat strekken, dat je nog ietsjes ziet. Maar ze lopen weer prima. Dus we gaan nu heel langzaam de komende 3 weken weer opbouwen. Vandaag, als het goed is, gaat Kimmetje even met haar onder het zadel stappen. En dan 2 minuten op de ene hand en 2 minuten op de andere hand draven. En voor de rest alleen stappen. Morgen even wandelen. Dan gaan we zondag denk ik even een beetje longeren. Misschien 2 minuutjes weer draven. En dan maandag weer wandelen. En dan dinsdag misschien er weer eens op. En zo heel rustig aan gaan we er weer opbouwen. Dus dat gaat goed. Bel is lekker gemasseerd of gekraakt of nou ja, teruggeduwd. Ze vond het heerlijk. Ze stond te genieten. Dus dat is hartstikke fijn voor haar. En ja, nu is het natuurlijk gewoon weer tijd om te werken. En vanmiddag gaat Tess even met Bel aan de slag. Van de rijen gaan we niet doen natuurlijk vandaag. En morgen ook niet. En dan heeft ze zondag de vaardigheidsproefje 2. Dus dat is ook weer spannend.